Welkom bij Blue White Breakdown, een podcast gemaakt door Buffalo's voor Buffalo's. Ik ben hier vandaag samen met Jonas, Emiel en Michiel en mezelf, Cedric. Ja, een beetje verwarring, want ik was er vorige week niet. Ja, Cedric hier uit de montagekamer. Er is iets helemaal misgelopen met de beelden, waardoor deze podcast enkel maar met geluid zal worden opgenomen. Het is een beetje een OG-aflevering. Onze excuses, we proberen het op te lossen tegen de volgende aflevering. Maar enjoy de nieuwe podcast. Kom op, jongens. Maar toen hebben jullie het mooi opgevangen. Kijk naar beide heren hier. En nu Thibaut, die druk aan het werk is op zijn stage, gaat hij waarschijnlijk iets minder actief zijn op de podcast. Nou kijk, dan nemen we met alle plezier over, want voetbal is leven en leven is voetbal. Emiel, dat is de eerste keer hier. Vertel een beetje over jezelf. Hallo. En Emiel, ik ben ja, heel lang Gentenaar. Woon in Sint-Nijs, ben op content ja, aan het stoppen, had ik maar zeggen. En ja, bijna levenslang Buffalo en studie geschiedenis aan die hand. En nu zei hij Buffalo hoor, dat is echt gewoon door uw vader en uw moeder? Nee, eigenlijk niet. Dus voetbal was niet echt met de pap doorgegeven bij mij thuis. De eerste keer dat ik in voetbal in contact kwam was op de speelplaats. En dan waren mijn vrienden Anderlecht supporters. Oei, oei. En ik wist niet wat een Anderlecht was of zo. Dus ik sporterde mee zonder dat ik weet wat ik deed. Ja. Tot dat. En ze zijn allemaal Gentenaar hier. Ja, ja. Dus een stadsloop aan Sint-Pietersplein. En het was het jaar van de bekerfinale in 2008, volgens mij. En in die stadsloop hadden zo twee, ik weet niet of dat Gent supporters waren of zo, die twee Gent supporters zo een de Anderlecht mascotten op zo'n draad, als ze de Indianen zijn, doorheen die stadsloop. Geniaal. Ja. Ja. En dan later op de dag was die finale. En ik heb die finale gekeken en sindsdien maak ik een Buffalo. Ah ja, kijk, dat is een mooi verhaal. Ja. Dat horen we niet zoveel. Dat is een mooie herinnering. Ja, inderdaad. Kijk, Jonas, jij mocht mijn taak overnemen, want niemand anders is hier van de vaste. Dus Jonas, stress, de inhoudstafel. Stress. Zeg eens. Nee, we gaan vandaag doen dus de nabeschouwing en man of the match tegen Cercle. De barometer, dilemma, dan een popular opinion, de prono vs Maccabi Haifa of Haifa. Tegen Eupen ook. En dan de Gouden Raven gaan we ook nog eens vermelden. Yes, want we zijn genomineerd voor een prijs. De eerste keer ooit. Onze podcast bestaat bijna een jaar, bijna als jubileum. We zijn zowaar genomineerd voor de beste podcast van Media Raven van deze organisatie, waar we de kans voor krijgen om BBB te maken. Dus allemaal stemmen, maar straks daar meer over. Oké, we beginnen dus met de nabeschouwing van de wedstrijd van zondagavond. Jammer genoeg, Cercle Brugge, die eindigde op een 1-2, een zure 1-2. Ik denk dat we allemaal heel teleurgesteld zijn. Maar ja, Emiel, neem ons mee door de wedstrijd. Goh, neem ons mee door de wedstrijd. Ik vond het wel een sterk begin eigenlijk nog. Allee, ja, niet sterk, maar toch wel de dag daarvoor was er. Totdat die goal van Denki kwam aan de andere kant. Was wel een zure en defensief was een beetje blunder. Verdacht, ja, dus niet echt zuiver. En dan die rode kaart, de 20e minuut of zo. Ja. Ah ja, tweede gele kaart. Tweede gele kaart. En dan domineren, maar niet scoren tot aan. Typisch Gent. De rest. Ja. Dat is echt een flashback naar zo de paar jaar geleden, dat zo, al die jaren dat je hebt van. Oh, maar wel echt een heel sterke keeper. Hij heeft wel gepakt. Op die vrije trap van. Allee, of die vrije trap dat hongt zo naar de Saar past. Ja. En dat het dan zo juist onder zijn zij gaat. Hoeveel ballen dat kikker zag invliegen. Dat je dacht, nee, toch niet. Inderdaad. Ik vond wel gelijk ik denk de beste match van het jaar. Ik was aan het twijfelen tussen die en tussen die tegen Brugge. Maar zeker qua aanvallend spel. We hebben echt veel gecreëerd. En op zich stond verdedigend niet wankel of zo, maar gewoon kleine foutjes. Waardoor dat we twee stom goals hebben tegengepakt. Maar ik denk dat collectief, zeker met de omstandigheden, de beste match van 2024 was. Niet dat dat zo moeilijk is, maar het is verbetering. Hè, ja, sowieso. Ook wetende, tegen Cercle zijn we eigenlijk nooit echt goed. Altijd die hoge druk van hun. En deze keer vond ik dat we dat wel door die rode kaart en dat we zelf ook, maar dat is al voor die rode kaart dat wij anders kansen creëren was vrij moeilijk. We waren constant in bal kwijt, Cercle was constant aan het aanvallen, constant druk aan het zetten. En deze keer, zelf voor de rode kaart, ging dat redelijk goed. We creëerden wel kansen. Ja. Was die eerste kans van de Saar was het? Ja, denk het. Ja, wel. Ik vond dat gewoon dat de toon was gezet, maar ja.
Dan zesde minuut, denk je. Hij denkt... Ja, de joepie, weer al zo'n match. En ze komen ene keer, we waren goed begonnen, en dan komen ze ene keer, Schnok erin, en dat is direct van, ja, ze zijn zo goed bezig, en dan krijg je één tegen. Ja. Ja, en dan komt die rode kaart, dan denk je, oh, ja, erop en erover. Ja, sowieso. Maar ja, kijk. Ja, zij wisten het ook niet, ja. We hebben het al gedaan, we hebben het al gedaan. Zelfs met 10 man dit jaar, dat we erover zijn. Ja. Maar ja, we hadden er ook gewoon los kunnen overgaan, hè. Als het niet aan onze piepoes van voor lag, die niet binnen het kaart konden schieten. Maar we hebben veel te veel zitten bereiden, dat heeft me echt gestoord. Ja. Zoveel bereiden. Ja. Maar nogthans ook, we hebben wel ook regelmatig op doel geschoten. Van op afstand. Goed, centraal ook. Ik weet het, maar anders, soms, ja, meestal breien we echt veel. Nu ook nog veel gebeurt, maar we durfden vaak van op afstand ook wel een keer schieten. En dat vind ik ook wel wijs om te zien. Ja. Oké, het was altijd ofwel net in de handen van de keeper of naast. Ja. Maar het was wel beter dan ze al een keer af en toe durven trappen. Ja. Ik herinner me nog zo, ik denk dat ook van de Saar was, zo'n longshot. Dat de keeper toch hem goed in de hoek moest gaan halen. Ja, ja. Ja. Herinner ik me dat fout of hadden we niet veel kopkansen? Met de Poitre van voor te stellen. Ik denk het niet. Dat vond ik heel raar, maar de Poitre die terug is, maar niet zo op zijn fysieke spelen, op zijn hoogte spelen. Ik denk ook wel dat we met de spelers die we nu hebben misschien niet meer zoveel op kopgoals moeten verwachten. Kijk dan naar volgend jaar toe, als de Poitre weg zou zijn, hebben we eigenlijk niet echt grote spelers, behalve de 3 man van achter. Ik kan moeilijk zeggen. Ja. Blijf al 3 vooraan kaperen op een vrije trap. Kandelman, maar dat is niet echt een basisspeler. Nee, jawel dus. Maar als hij invalt, gelijk ook die viel in, dan dacht ik van, oké, nu hebben we misschien wel mogelijkheden om met de hoofd of met een corner of weet ik veel wat te scoren. Hè. En de Poitre die zo haar scoort, bijna een jaar geleden. Ja. Meer dan een balletje. Ik dacht, dat gaan ze hier nog van de lijn halen. Hè. Dat rolde zo heel zachtjes binnen. Ja, dat was... En dat had weer de vlak voor mijn neus. Ik dacht, oké, Laurent de Poitre scoort. Dat was condemned wel echt, want hij mocht zeggen wat hij wilde, maar die gast... geven hem wel echt voor alles. Maar je ziet gewoon dat hij te oud is. Je ziet gewoon dat het niet lukt, maar hij geeft alles. Ja. Dat is zo mooi om te zien. Sinds dat hij terug is, ik vind het echt nog dat hij beter is dan iedereen kon verwachten. Ja, ik vind dat hij een betere matchje speelt dan die laatste van Kuipers. Ja. Het is wel echt zo. Kun je wel zeggen, hij is te oud en is de dingen, maar hij heeft meer gescoord dan Kuipers er voorbij, ik weet niet hoe lang. Maar, hij hoort nog thuis in de eerste klasse, denk ik toch, maar hoe dat hij speelt. Ja, misschien niet Gent-basis speelt, maar toch zo. Ik denk dat hij ook wel weet dat na dit seizoen dat zijn carrière dat hij gaat stoppen. Ik vind wel dat hij misschien een plaatje verdient in de staf bij Gent. Het is echt... Spitsentrainer. Nee, maar zijn prime was wel echt legendarisch goed. Ja. En nu nog altijd, je ziet het wel. Hè. Het is misschien niet een mooie goal, maar hij staat er wel. Hè. Ja. Ik ken het altijd. En ik dat wel zo wil hebben gezegd, is iemand die weegt op een verdediging. Ja. Hij had gewoon de malchance nu dat hij tegen 3 echt B-run stond ook. Hè. Ja. Ja. Meestal heeft hij zijn gewicht en zijn postuur als voordeel, dat hij de bal kan afschermen of weet ik veel wat, of kan bijhouden. Maar tegen die 3 gasten, ik zweer dat, die waren groot, man. Echt waar. Dat was echt zot. En dan, wat ik wel goed vond ergens, maar ook wel een beetje raar, want op het einde van de wedstrijd riepen we de speler bij ons, alleen in de spionkop. En dat was wel echt gek, want Mitrovic is geen kapitein, maar hij is wel degene die naar ons komt. Maar daar staan iedereen, behalve Mitrovic. Mitrovic staat echt duidelijk zo te luisteren als het knikt. De rest staat daar wel bij zo open, zo'n bakken zien wat opgetrokken. Dat ik dan... Allee, jullie verdienen 1 miljoen per jaar. Voor 1 miljoen per jaar heb ik ook wel mijn bal eraf shot. Dus op dat veld doe ik mij niks. Ze staan daar allemaal alsof dat ze de wedstrijd van hun leven hebben gespeeld, terwijl dat totaal niet was. Bij de Saar kon ik wel snappen, want hij had wel echt heel goed gespeeld. Ik hoop gewoon dat ze daarmee wel een message hebben, dat ze een beetje zijn wakker geschud. Want ook die negativiteit van Heijn in de kranten, die spelers lezen dat ook. En als je coach zegt, ik weet het niet meer, dan zit je een beetje vast. Hij zei ook zo, na de persconferentie, we hebben de kleedkamer gesprek over gehad. Als je dat niet meer weet, dan denk ik, het is uw ding. Maar ik vind ook altijd, wat Heijn zegt en wat Heijn doet, zijn 2 verschillende dingen. Dus hij kan daar zeggen over gesprek en dat gesprek gaat plaats hebben gevonden, maar de conclusies gaat hij misschien voor zichzelf houden. Tuurlijk. Dus. Maar nog even over Mitro. Vind je dan dat hij kapitein zou moeten zijn? Ik heb 8 keer een groot pleidooi hier gegeven, dat ik veel meer vind dat een kapitein iemand is die visie heeft over het hele veld, die ervaring heeft, die baas zijn uitstraalt. En ik vind dat Mitrovic, Kums natuurlijk meer dan Mitrovic, omdat Kums al langer bij ons speelt, maar Mitrovic vind ik dat echt wel
ook meer hebben. Maar het zou gewoon ook raar zijn om hem nu direct die kapiteinsband te geven, terwijl dat de Saar eigenlijk nummer 2 is. Maar op die 2 of 3 matchen, hoeveel het er nu speelt al van ons? Ja, 2 denk ik. 2. Anderlecht. Ja. Ik heb er ook op gelet, gewoon ik kijk naar hem en ik zie hem gewoon iedereen oppeppen, iedereen aanroepen. Dat is zo klappen ook en zo naar het publiek. Dat hij naar ons komt en al, ja, klappen naar het publiek, dat toont gewoon hoe... Ja, passioneel dat is. En ook zo dat hij echt wel een leider is. En blijkbaar heeft hij echt zotte fysieke test afgelegd. Ik had in zijn interview gehoord dat dat toont wel echt dat hij nog zeker een grote waarde is voor onze ploeg. Ja, en over dat leiderschap, ik denk dat hij ook in een voorbeschouwing, ik weet niet wat voor Cercle voor de voormatch was, voor Anderlecht, dat hij ook zei op training, dat je direct zag dat Mitro en Tissoudali ook, dat dat leiders waren, dat wel was wat de ploeg nodig had. Ja. En ik denk ook wel met hun terugkeer dat je dat ook wel weer ziet, dat er weer toch wat meer vuur in zit. Ja, sowieso. En meer wil om toch te winnen. Ja. Ik denk wel dat die twee dat daar in aan het krijgen zijn. Het lukt nog niet om te winnen of om nog punten te pakken, maar ik denk wel... Ja. En dan gaan we denk ik de man of the match bespreken. Ik denk dat voor iedereen wel de Saar zal zijn die het eruit steekt, maar ik denk wel dat we wel elk nog wel spelers kunnen aankaarten die... Allee, ik heb er toch wel een paar die ik toch wel dacht van, die verdienen toch wel een streepje voor. Maar we zullen beginnen met Emiel. Heb jij zo een paar honorable mentions, hoe dat we ze dan noemen? Een honorable mentions, ja. Maar vooral, zoals Mitro is ook al gezegd geweest, die is sterk sinds dat hij hier terug is. Ik was aangenaam verrast, maar ik weet nog niet tot welke mate van Faddy gaat. Ik denk dat hij veel... Hij heeft zo die ene invalsbeurt gehad tegen Brugge in het begin van het seizoen, waarbij ik dacht van, dat is een naam is. Maar dan is het een beetje verwaterd geweest. Daarna, en nu heeft hij wel weer zo... Wat ik daar in die match zag, van hij kan echt die flank aflopen. Ja, voilà, maar je ziet echt dat dan de speler is van kwaliteit. En ik denk echt gewoon door zijn hartproblemen geweest en nu het weinig matchritme dat hij heeft, dat hij zo'n beetje... Maar je ziet wel zo van, hij heeft het nog altijd in hem en dat komt wel terug. Want ik ben echt een grote fan van Fuzzy. Echt kwaliteit in hem. Echt een goede speler. Zijn conditie kan volgens mij wel nog iets beter. Het is niet gelijk Samoase die er... Dat dan veld 20 keer op en afloopt. Nee, maar het is echt veel beter dan nu, Rio. Ja, sowieso. Ja, kijk, inderdaad, Fadiga was een heel goede wedstrijd gespeeld. Heel present ook. Ja. Ik weet niet. Verdedigend vind ik hem wel iets te zwak. Ja, maar ja, kijk, daarvoor hebben we Mitro gehaald en Watanabe is ook terug. En Kandus. Ik vind wel Kandus wel echt beter spelen sinds dat Watanabe terug is. Ja, wel, ik... Hij maakt minder foutjes, want wat dan heb je wel een paar foutjes gemaakt. Ik denk dat Kandus gewoon iemand nodig heeft die leidt. Ja. En als hij gewoon als verdediger kan spelen in een verdediging waar er een leider is, die hem kan sturen, of wat hij, dat hij niet de leidende of de dragende figuur moet zijn in de verdediging, we hebben gezien dat dat echt wel, en bij het seizoen ook, dat dat echt wel een goede verdediger is. Ah, wel, hij verdient deze match misschien ook wel een pluimpje, maar alles daarvoor... Maar inderdaad, vorige match was hij voor mij wel uitzonderlijk goed. Als we kijken naar de laatste matchen dat hij gespeeld heeft, vond ik hem vrij lomp en veel zo van die foutjes. Ja, veel foutjes en zo. Dat heb ik inderdaad, gelijk wat Michiel zegt, zou wel zo iemand zijn die zo... Hij wil niet in de spotlight staan, maar hij voetbalt gewoon beter als het niet rond hem draait. Want toen was hij wel de beer in de verdediging. Het is dan logisch dat je meer op hem focust. Dus dat zal daar wel ook mee te maken hebben. Waar ik persoonlijk ook nog een honorable mention vind, is eigenlijk, misschien gaan mensen het tegenspreken, maar Schmid, die jongen heeft, die corner kan ergens wel op zijn manier enkel zijn geweten worden, maar die jongen heeft zoveel ongeluk. Altijd van die goals dat tegen bij hem komen, dat ik denk van, je zit hier nu, je bent een goede keeper en dan gebeurt dit. Dus natuurlijk wel, Cercle heeft 2 keer op doel geschoten, er was wel 2 keer binnen. Ja, maar... Het kan niet zijn dat dat op zijn naam komt, maar... Ja, maar het is inderdaad wel gewoon zo, het is gewoon zo stom. Ja. Heeft hij niet gewoon veel meer chance in alle wedstrijden dat hij gespeeld heeft tot nu toe? Al de goals die we tegen hebben gehad, kunnen moeilijk 100% op. En eigenlijk was die corner die hij dan, die samen met Mitrovic weggaf, het enige wat je nu van kunt zeggen, dat is het enige kleine foutje dat je op hem zou kunnen, afrekenen eigenlijk niet, maar dat je kunnen zeggen, hier had hij beter kunnen doen. Heeft in de match er niet zoveel ballen uit moeten halen, ook niet. Nee. Maar
denk dat het wel voor het dilemma straks interessant kan worden. Ja. Maar het is ook wel, ik vind hem echt gewoon goed, maar daar zullen we straks wel verder bespreken. Mm-hmm. Het is echt een keeper die een counter durft opzeggen. Iets waar Roevenaar die bijna dus niet snel, heeft. Heel snel, ja. Dat heb ik ook gezien wel in de match, goed. Dat hij snel die bal durft gooien. Ja. Ja. Ja, en soms moeten we nog iets sneller ook meer naar voren, want we zijn dat gelijk niet gewoon dat onze keeper dat doet. Ja, wel. Want dan gooit Schmidt een bal uit en dan wacht Sam Waas of zo, wacht nou even, wacht tot iedereen mee is. En dan, nu ga ik naar voren lopen. Ja, dat kan even goed. Wat ik ook wel vond, en dat ergerde mij zo hard, tijdens cirkel, dat die wisselen van kanten, dus de bal naar een andere kant, dat altijd met zo'n tussenstap komt. Dat ik denk van, schiet gewoon in een bal en in lijn. Dan nee, naar Mitro. En ja, tegen dan is heel cirkel opgeschreven. Dat ik denk van, allee man. En de Serre heeft dat wel een paar keer gedaan en zag je echt zo die opening op die flanken komen. Mm-hmm. Ik dacht van, kom op jongens, jullie zijn professionals. Mm-hmm. En jullie doen dat niet meer. Okay. Yeah. Heb je nog een honorable mention? Goh, ik vond Sam Waas ook wel oké. Niet dat hij ook weer... was op zich niet zo zot aanwezig of zot veel goede dingen gedaan, maar wel weer dat je de bal bij hem kwijt kunt of zo en dat hij even rust kan brengen toch ergens. Ik vond niet dat er iemand was die echt slecht was bij ons. Ik denk dat ik het daarbij ga laten. Mogen praten over mensen die slecht waren? Tuurlijk. Het is Sudali een beetje onder niveau? Ja. Of alleszins wat we van hem zouden willen? Ja, maar het lukte niet. Het lukte zo niet. Maar moet wel... Allee. Maar ik kapte wel niet zoveel. Want één keer deed hij één keer kap en direct zit hij neer. Die gast op de Afrika Cup, hij heeft amper gespeeld. Ja. Die trainingen zijn ook niet intensief, weinig matchritme. Mm-hmm. Dat is weer zo typisch. Dat is het voordeel van de twijfel. Dat ze allemaal terugkomen zonder matchritme. Dat is zijn tweede match. Ja. Terug? Ja. Ja. Oké. Okay. Heb jij nog een honorable mention? Nee, het enige wat ik zou zeggen is de Sarre. Zowel zijn tackles, harde tackles, maar hij zat wel mooi. Altijd en altijd ook op. Zo één keer langs achteren. Zodat hij dat was ook, en die bal wegtikte. En dat was ook dat hij bijna alleen op doel ging. Was denk je of nee? Ik weet het niet. En dat hij hem toch nog pakt, dat was wel mooi. Maar zijn tackles, ik heb echt 4, 5, 6 gezien dat hij er echt hard maar schoon op zat. En dan ook, hij heeft een paar keer op doel geschoten ook. Wel altijd op keeper, maar hij was wel denk ik het meest aanwezig door die tackles en door zijn schoten op doel. En wat vonden jullie van de protestactie naar de scheidsrechters? Bond toe? Goed, maar misschien nog iets meer. Het was iets te weinig geld, denk ik. Ja, en dat vond ik ook wel. Want je zag het niet, want waaide ook zo'n stukje terug. Maar het was wel goed dat er zo iemand met fakkel stond. Uh-huh. Nog iets meer geld of zo, dat er echt effectief eigenlijk zou echt gewoon, wat ik dacht daarna, van, eigenlijk zou gewoon heel 225 of heel de spionkop als dat kan, allemaal gewoon geld moeten binnen, gelijk in Duitsland. Als iedereen dat meepakt of zoiets, denk dat dan... Al je Monopony geld dat hebt, al die frank dat toch niet... Al die 50 euro biljetjes in de hooi. Dan ga je sowieso, dat gaat echt opvallen. Ik denk dat het nu misschien niet echt opviel, omdat dat direct terugwaait. Maar gelijk in Duitsland was er dit weekend protest, omdat er de Bundesliga is er een enorm groot bod gekomen op door Amerikanen. En in Duitsland is dat nogal heel gevoelig, want 51% regel en zo. En echt elke wedstrijd is daar gestaakt geweest. Elke wedstrijd. Met tennisbal ook zeker heb gelezen. Ik heb ook met plooistoelen op 12 gezien ooit. En ik dacht, dat is misschien een beetje erover. Maar ook in Hamburg hebben ze hangsloten aan toel gehangen tijdens de rust. Misschien moeten we gewoon op dat veld gewoon ooit hebben. Maar dat kan niet met die gracht. Dat kan inderdaad niet met die gracht. En die biljetjes vliegen dan ook door de wind. Goed bedacht van hoe en dan pak je klapstoelen mee naar binnen zelf. Hoe krijg je dat binnen? Ik vroeg mij dat ook af. Ik zag dat vliegen en ik... Is dat nu de steward zijn stoel? Dat was het ene dat ik kon denken. Zijn steward die is op de stoel zit, dat ze zijn stoel hebben afgepakt. Ja, stoel getubed. Maar ik vond het wel een nice actie. Het was wel... Toch wel een keer belangrijk om sowieso. Aandacht naartoe te schrijven. Ik zag dat weer zo mensen online. Oh, het is er maar één die met flyers. Want dan dacht ik, dat is het punt niet. Nee, maar dat moest er gewoon meer geld geweest zijn. Die flyers is gewoon volgens mij de aandacht te trekken. Ja, tuurlijk. En dan zie je dat geld vliegen. Ja, alleen ik denk ook dat de gedachte erachter was van dat we niet willen dat we de wedstrijd stopleggen. En moest dan bijvoorbeeld met wel met veel meer vuurwerk gedaan zijn, dat dat misschien wel werd gebeurd. Alhoewel het was voor de wedstrijd, dus misschien dan niet. Dan hebben wij wel de chance dat we die gracht hebben, dat we die pijl niet op het veld moeten gooien. Andere Waalse ploegen. En dat we ze bij ons gewoon in de gracht belanden. We hebben veel gepraat over deze dramatische wedstrijd. We hopen natuurlijk dat de volgende wedstrijden beter gaan dan nu. Maar dat is voor
verder in de aflevering. Nu gaan we eerst de barometer doen, want jullie hebben hem vorige week niet gedaan, neem ik aan. Jawel, hebben jullie de barometer wel gedaan? Het was niet zo goed. Ah, oké. Okay. Ja, ik had meestal, maar ik was er vorige week niet bij. Hè. Gemiddeld was hij er niet bij? Nee, ik was twee keer geleden. Oh. Wie was dat weer? Ik was er ook niet bij. Ik was op vakantie. Maar Joran? Joran was het. Juist. Sorry, Thibaut, als je luistert. Ik heb niet geluisterd naar voren. Oké, okay, ja, dan geen barometer. Dan is het zowaar doorgaan naar dilemma. We hebben het al daarnet een klein beetje aangekaart. En ik zag het ook wel op de Discord heel populair worden. Stel, beide keepers zijn 100% fit. Kiezen we voor Schmidt of kiezen we voor Nardi? Ik denk dat we gewoon... Allee, ik heb te weinig van Schmidt nog maar gezien. Dus ja. Oké, okay, ik weet, het is een goede keeper, maar... Ik heb nog, ja, door de malchance dat hij nu heeft, dat hij nu in dit team zit. Ik heb nog niets kunnen doen, dus ik zou Nardi zeggen. Mm. Omdat ik gewoon, Schmidt heeft nog niet echt iets bewezen, zeg maar. Oké, okay, wel bij ander ploeg misschien, maar bij ons nog niet. Ja. Ik zou hem het voordeel van de twijfel geven, ik zou Schmidt zeggen. Gewoon omdat hij wel al een grotere naam heeft in de keeperwereld. Als je dat zo kunt noemen. En ook gewoon omdat hij... meer dingen positief doet dan Nardi niet toe. Schmidt heeft zo die rust dat Roef ook heeft. Hij communiceert misschien niet zoveel als Nardi, maar dat denk ik dat wel komt. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de corner met de verwarring tussen Mitrovic en Schmidt. Zo'n dingen. Maar hij is in... Ja, zowel Roef en Nardi heb ik dan nog nooit zien doen. Echt een counter op gang zetten. Ja. Dat vind ik heel belangrijk om te doen. Want daarmee, als je dan... We hebben snelle spelers, heel snel kunt omschakelen... Dat wel echt daar kunt op tegenprikken. Dus ik zou wel voor Schmidt kiezen. Ja, ik volg daar eens wel, want ik vind ook Schmidt... Het is zo een beetje tussen Roef en Nardi. Mm-hmm. Roef is rustig, maar te rustig. En Nardi is soms zo wat, te druk en te bang. Waardoor dat er zo wat chaos kan ontstaan. Ik vind dat Schmidt er zo mooi tussenin zit. Dat hij toch de rust kan bewaren, maar dat hij toch... Ja, ook kan zeggen, kom gasten, nu opletten en snel smijten en snel spelen. En Schmidt is ook gigantisch groot. Ja, terwijl Nardi is maar 1,80 meter en Schmidt is 1,95 meter. Dus. Ja. Ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat als Roef helemaal fit is, dat we sowieso Schmidt laten staan. Ik weet niet. Denk het, ja. Behalve voor Europa. Hè? Ja, ik ben benieuwd naar volgende week toe. Ja, dat is wel waar. Want Roef is terug in de selectie. Ja, dan gaat Roef waarschijnlijk wel spelen. Ik weet het niet. Nee, niet zeker. Nee, want het is nu van moeten. Hè. Het is niet meer met de kans in de groepsfase van oh ja, het maakt niet uit als we een keer wedstrijdje met elkaar spelen. Vorig jaar heeft hij ook. Ik weet het, maar nu is het wel anders. Want nu is hij ondertussen dat hij toch wel, hè, zeker om de 3 wedstrijden, een grote blinder op zijn naam heeft. Roef. Ja, no way dat hij ooit Roef gaat inwisselen als het op penalties komt. Hè. Ja, ook wel. Ik denk niet, hij had daar ook niet over nadenken. Ja, goed, Roef. Ik ben sowieso benieuwd, want het zou mij ook niet verbazen. Moest hij Schmidt zetten. Ik zou het ook wel begrijpen. Mm-hmm. Ja, Emiel, zou jij Schmidt of Nardi kiezen? Het is heel moeilijk. Ik denk met de argumenten die je al zijn aanhaalt, zou ik misschien toch de Schmidt de voorkeur geven. Gewoon omdat hij denk ik ook meer ervaring heeft in het algemeen. Grotere naam, zoals al gezegd is. Ja, okay. Maar het moeilijke is, Nardi is al een tijdje geleden ondertussen uit... Om nu echt met elkaar te kunnen vergelijken. Ja. Zeker zo weinig. Ik heb weinig om op af te gaan. Sowieso. Ja, want het is niet dat Schmidt al zotte saves heeft moeten doen of kunnen doen. Ja. Maar het is niet dat... En dat kennen we van Roef op zich, of van Nardi wel meer, dat hij goede ballen eruit haalt. Daarmee Schmidt heeft hem nog niet echt kunnen bewijzen bij ons. Daarmee dat ik voor Nardi kies. Ook maar ik denk ook wel dat de blessure dat hij heeft gehad. Is meestal carrière eindigend, zo noemen ze dat ook al. Dus de kans dat hij ooit terug op zijn goede vorm, op zijn beste vorm terugkomt, is heel klein. Maar wow, ik zie Nardi wel heel snel progressie maken. Ja, revalideren is Op de beelden van haar agent zelf. Maar ik zou nog altijd voor Schmidt kiezen. Ik gun Nardi natuurlijk ook wel zijn kansen en het beste dat er kan komen. Ik hoop echt dat hij terugraakt. Het zou echt een schande zijn. Ik vrees er een beetje voor. Ja. Zware blessure natuurlijk. Oh, hij zit ook met die angst, hè? Ah, wel. Want stel je voor, je moet weer uittrappen als keeper. Je weet dat je been eigenlijk in twee is gekapt geweest door niks te doen. Ja. Ik zou daar super bang voor zijn. Zou je meer angst hebben? Stel nu dat het gewoon gebeurd is door verdediger contact. Denk je niet dat dat nog meer angst zou opleveren?
Dat je denkt dat hij dan hier zo in die bal gaat? Ja, ik denk dat sowieso altijd wel voor angst uit, maar wat nu is gebeurd, is het is door niks gebeurd. Ja. Dus, het kan altijd gebeuren. Ja, dat vind ik meer beangstigend dan... Ja. Er is een speler op. Ik zou dan inderdaad meer bang zijn om in duel te gaan, maar niet per se bang zijn om te keepen. Ja. En zelfs dan zeggen van, dat gebeurt in voetbal. Weet je, dat is worst case scenario als je in duel gaat. Maar nu is het geen worst case scenario. Ja, dat is, dat is, nu is het echt gewoon... Ja, ja, mooie chance. Ja. Wat doen we van de zomer met onze keepers? Ik veronderstel dat wel Roef zal vertrekken, denk ik. Hangt vanaf van Nardi, denk ik. Al ja, ik denk ook met dat Roef vorige zomer al weg wou. Want Bordeaux kwam luisteren dat hij wel... En we hebben ook altijd... Die is de Schrevel zeker, die derde keeper is. Ja, maar ons kende verkopen alle drie onze keepers, hè. Frustrerend. Ik vind het echt frustrerend. Ik vind het echt irritant. Maar ja, bon. Ja, wat doen we dus? Schmid of Nardi? Twee keer... Of drie keer Schmid en één keer Nardi. Als ik het goed heb. Ja, met de meerderheid man. Zeker. Nee, maar... Ja, en we zullen er dan nog gewoon ook Roef bijtrekken. Roef of Schmid? Oh, ik vind ik zei het, Schmid heeft nog in Gent niets bewezen. Mm-hmm. En Roef, heeft al wat blunders gemaakt. Maar hij was een penaltypakker. Hè. Ja. Ik denk dat die penaltypakker mij altijd doet twijfelen bij Roef in zo'n keuzes. Ja. Moest hij geen penaltypakker zijn? Maar daarom, inderdaad, een Europese wedstrijd zou je dan meer aanleunen bij een penaltypakker. Want daar is de kans veel groter dat er penalties uitkomt. Ja. Maar als je weer zo'n blunder per match binnenkrijgt... Dan zijn er niks meer penalties. Ja, eigenlijk is Roef een van de belangrijkste spelers van de voorbije twee seizoenen. Ja, eigenlijk wel. En tegen Karabach. Ja. Ja, maar ook, ook gewoon belangrijk in slechte zin met de blunders dat hij maakt. Hij was wel wat punten kost, jammer genoeg. Ja. Ook punten... Opgeleverd. Ja, voilà. Dus eigenlijk staat hij gewoon op nul. Veel meer verdiend dan... Ja, maar zeker nu, alleen dit seizoen, zie ik wel veel meer blunders dan de tijd daarvoor. Ja. Dat is wel dat de laatste paar wedstrijden. Ja, en hij heeft ook de chance gehad dat die blunders er vooral waren toen we alsnog gewonnen zijn. Ja. Dat we er geen punten door hebben verloren. Ja. Denk eens, je zou... Schmid kiezen voor zekerheid. Roef heeft misschien wel zeker voor die knockouts. Maar ik zou wel echt zo Schmid eigenlijk zo Europees laten starten. Misschien deze wedstrijd nog niet, maar misschien de week erna wel. En dan zo zou ik toch wel, stel het komen penalties op het einde, want nu de eerste wedstrijd kan dan nog niet. De tweede wedstrijd moest zo penalties komen, zo Roef erin gooien. Is Schmid eigenlijk een penaltypakker? Of? Ik weet het niet. Ik denk dat hij geen specialist is. Nee? Misschien heeft hij ook nog niet veel moeten pakken, ik weet het niet. Maar we hebben er één tegen gekregen, denk ik. Ja. Hem in de hole, maar zo. Ja. Dat hij ook wel aan de eerste kant zat, Schmid. Nee, denk ik niet. Jawel toch? Ik niet met jou. Nee, ik kan me nog herinneren dat ik die penalty zag en dat ik dacht, hij schiet altijd in de ene hoek en dat Schmid los een andere hoek in ging. Dat ik dacht, boom. Ja, maar ik vind penalties, dat is ook ergens echt geluk hebben. Hè. Ja, dat is niet echt wiskunde, dat is gewoon, kies de juiste hoek. Als keeper kunnen we wel invloed hebben, blijkbaar. Hè. Roef zijn statistieken sowieso, kijken. Sowieso. Maar het is inderdaad... Goed, die is zo onzeker. Ik weet niet. Maar ik denk ook dat bij Roef een beetje omgekeerd ook is. Dat als jij Roef ziet staan, dat je denkt van shit, pak je een penalty zoveel. Ja, en dat begint dan in het hoofd te spelen. Dus, dan, ik zou gewoon centraal trappen bij Roef. Nee, Roef blijft nooit stilstaan. Ik zou gewoon het midden trappen. Maar één keer. Ja. Ja, maar ook wat Roef in de bekerfinale doet altijd naar rechts. Doet altijd. Altijd naar rechts. Altijd naar rechts. Altijd naar rechts. Ja, hij er ooit wat keer stoppen, zeker. Hè? Ja, en waarschijnlijk dachten... Wie was die in de voorlaatste? Die trapte aan die laatste, ik weet het niet meer. Dat ze dachten van, oké, nu gaat hij naar links schieten. Nu gaat hij naar links schieten. En hij trapte weer naar rechts en hij pakte. Ja. Dat was... Kunnen of zoiets? Ja, ik weet het niet meer. Nee. Maar zo, denk penalty-reeksen, dat Roef echt heel belangrijk is. Ja. En dat je daar echt ook kan uitstellen. U kunt uitstralen op zo'n ding. Terwijl zo'n penalty in een wedstrijd vind ik meer loterij dan. Ja. Want in een penalty kan je zo meer je tactiek doen. Dan kun je eigenlijk Roef gewoon telkens dezelfde kant blijven doen. Het is meer mentaal spelen. Ja, terwijl dat gewoon zo'n penalty, dat is meer geluk hebben. Ja. Of ongeluk hebben. Oké, nu gaan we naar een popular opinion. We hebben er ook een vanuit de Discord genomen. En de popular opinion is: Hein buiten als we geen playoff 1 halen. Oeh. Ik zeg ja, we doen het. Hein, doei. Ja, nee, ik zou dat echt doen. Ik denk, play-off 1 is gewoon dat wat we moeten halen. Denk je ook niet dat hij uit zichzelf zou stoppen als we play-off 1 niet halen? Misschien wel.
Alhoewel... Hoe hypothetisch is deze... Ik denk oprecht dat als we nog al die matchen... Echt, ik hoop van niemand, boom. Ja. Als we nog al die andere matchen tot het begin van de playoffs zo stukken, dat hij ook denkt, ja, maar ik heb hier echt in 2024 amper iets kunnen... Ja, en ook niet kunnen omkeren, of ook niet, dat hij dan ook denkt, ja, mijn laatste contractjaar, ik ga bij mijn kinderen gaan halen. Dat kan hij wel zeggen, maar dan gaat hij wel... Al ja, hij gaat dan zijn seizoen toch... nog uit doen in play-off 2. Ja, ja. Er is een seizoen in play-off 2, gast. Ja. We kunnen ook Europees halen in play-off 2. Dat is misschien de kortste weg voor ons op dit moment. Wel. Het zou makkelijker zijn dan in play-off 2. Maar ik denk dat play-off 2 winnen en winnen tegen de vijfde. Ja, of vierde. Hangt van de beker. Ja, inderdaad, hangt van de beker. Ja. En wacht, Brugge is dat door... Brugge heeft gewonnen, maar het is nog een match. Ja. Terug. Dus ja, Brugge-Union of Brugge staat de Oostende nog. En dat is Oostende nog. Oostende-Antwerpen. We moeten hopen dat het niet Oostende is. Ja, wel, maar ik wou zeggen dat Oostende de enige ploeg is die niet binnen de... Iedereen hoopt op het sprookjesverhaal, behalve wij. Hangt vanaf. Tenzij dat play of 1 haalt. Inderdaad. Maar dan moeten we nog altijd niet zesde worden. Ah, wel. Het zal, had meer kans in play-off 2. Maar ik denk ook gewoon puur voor het publiek zijn dat een play-off 1 belangrijk is. Ja, natuurlijk. Zeker voor het opkomende. En ook gewoon naar de abonnementen, want iedereen heeft gekocht met hem denken van bepaal play-off 1, dus we steken play-off 1 er. Allee, play-off abonnement er direct bij. Ja. Allee, ik toch. Ja, ik had ook. Ik zou het niet doen. Ik denk ook gewoon met de hele persconferentie na de transfer... Na het Mercato leek mij sterk dat Luigi praatte in de manier dat hij ging blijven ook. En ik zou het niet echt op... Ja, zouden we eruit zeggen, zou ik niet echt alleen op Hein steken tot de mate dat ik zeg... Nee, ik steek ook echt niks op Hein, hè. Nee, ja, maar ik ben Hein ook gewoon kotsebeu op alle vlakken. Mm. Op vlakken van wissels, op vlakken van persconferenties. Ja, zijn negativiteit in de pers... Allee, je weet natuurlijk niet of hij binnen kleedkamer is, maar nog altijd, je leest dat wel als speler, die krant of die nieuwsartikels. Maar gewoon... Het probleem is, ik ben er zo gehecht aan die man. Ik kan er niet aan doen, maar... Dat is mijn tweede papa geworden. Allee, man. Ik vind gewoon, het is tijd voor een nieuwe wind. Nee. Het is echt gewoon op. Maar wie? Wie? En nee, ja, moeilijk. Torup! Ja, maar nee. Maar die mensen zitten in OS-Ausbe. Ja, hij doet wel echt goed. No way dat die... Dat hij dat... Oh, wacht. Muzlic? Buiten Muzlic. Muzlic? Ja. Nee, maar serieus. Allee. Ja, Muzlic. Nee. Of Flik van STVV. Fink. Fink. Lekker. Dingen van Liverpool mogen ook altijd komen. Xavi van Barcelona mogen ook altijd komen. Ja, wij nu toch voldoen. We hebben 40 miljoen aan hem gegeven. Contract voor 1 jaar. Ja, niks met spelers. Ja, dan zie ik alleen inderdaad opties. Die van Sarklen, die van SCV. Ja, Muzlic een veel betere coach dan hij. Hij is tactisch misschien de beste coach dat ik ooit gezien heb. Maar hij is te koppig. Ja, hij is veel te koppig. Ja, nee, ik kan ook wel inkomen. Ik ben ook Hein soms bij, zeker, maar ik ben echt, ja, tot de zeker mate liever rijk dan arm. Maar ook, ik weet niet, het is gewoon... Ik zou hem, met seizoen zelf, op basis van dit seizoen, nee. Zou hij bijvoorbeeld stoppen na een goed seizoen dit jaar, zou ik ook wel zeggen van oké, ik ben wel ook klaar voor een nieuwe wind. Maar ik denk dat het gewoon nu ideaal is om te veranderen eind dit seizoen. Je hebt veel geld voor een nieuwe coach die spelers kan kopen dat hij wilt. Je hebt een nieuw bestuur, zeg maar. Je gaat een nieuw heelal in. En dan mag Hein van mij misschien nog sportief of technisch directeur worden. Alhoewel, dat ik dat eigenlijk ook niet zo graag wil. Ja, ik weet niet wat dat zo goed zou werken. Ik denk gewoon dat hij zijn analistencarrière gaat verder zetten dan. Maar moeten we gewoon direct eigenlijk Bayat sportief directeur worden? Ja, dat ik het niet doen. Bayat mag buiten. Ik ga even mijn microfoon doen en niezen. Jullie mogen verder praten. Ja, nee, ik weet niet, ik vind het moeilijk omdat ik gewoon niet meer kan inbeelden van oké, wie kunnen we dan halen en wie... Allee, snap je, als er nu buiten Muzlic een obvious keuze, want ik vind dat geen obvious keuze, want die mensen heeft juist bijgetekend. Bij Cercle, oké, dat kan alsnog weggaan, daar niet van, maar... Allee, hoe dat hij daar nu doet ook. Ja, dat hij enorm je best gaat moeten doen om hem daar weg te kapen. Maar Muzlic zei ooit wel, 2 jaar geleden, toen hij tegen ons speelt, dat hij 2 ploegen wint dat hij nog naartoe zou willen gaan in België, Union en Gent. Ook terug te komen, hij zei van die 40 miljoen, ik denk dat dat ook voor Hein is, eerlijk gezegd. Dat Hein
altijd zagende over, ja, of altijd aan het vechten was met de dinges, met het beleid. Wat te zeggen, hier, hij 40 miljoen koopt de spelers die de wereld. Maar ik denk dat hij echt gewoon te koppig is op alle vlakken. Ik denk ook, ergens had dat werd natuurlijk een beetje met Cardenas, denk ik, ook wel een beetje in het water zijn gelopen. Dat Cardenas meer de leiding wou over de scouting en dat eigenlijk hij dat wilt. Maar ik denk de dag van vandaag, kijk naar Union, dat scouting een van de belangrijkste elementen is in de voetbal. En dat Heijn op dat vlak misschien iets ouderwets is. Ja. Ik heb het al gezegd in de Discord, ik vind Heijn een goede coach voor een ploeg die de omschakeling wilt maken van middenmoot naar topploeg. Maar ik heb het gevoel dat Gent die overgang al heeft gehad. Ja. Dus dat eigenlijk dat Heijn mag zijn volgend speciaal sprookje mag beginnen bij zijn truien of zo. Laat de tijd, hè. Ja, stel je voor, hij gaat weg. Ja, dat is zijn trui, hij speelt kampioen op zijn trui. Ja, voilà. Wie is een ploeg dat kampioen moet worden, gelijk dat hij bij ons is kampioen. Zal er wel misschien, nee. Nee. Ja, ik weet niet. Dus. Ja. Die gaan nu een nieuw stadion bouwen. Zo. Ja, die zijn eraan bezig. Ja. 20.000 man. Ik ben ook zo'n soort gel bewand, maar in het zwart. Ja. Ja. Ik ben opnieuw. Ja. 20.000 man, ze krijgen een stadion. Nu is dat niet vol. Ja. Ja. Volgende. Wat was het volgende? Het volgende is voorbeschouwing en pronostiek voor Maccabi. We spelen in Budapest met 400 Buffalo's. Ik ben niet aanwezig, ik was aan het twijfelen. En dat was niet vorige podcast ook bij gedaan. Ja, maar jongen, man. Ja. Jullie zijn rare mensen. Volgens mij wel. Hebben jullie dat gedaan? Ja. Nooit nog een keer. Nee. Want dat is niet de bedoeling, hè, jongen. Dat is niet de bedoeling. Vast een stukje dat weg is. Nee. Hij zijn baas, hè. Ik ben baas, tuurlijk. Als je wilt of niet. Kan iemand die ploeg wat inschatten? Weet iemand? Want ik heb de research niet kunnen doen. Ik denk dat het een ploeg is dat we niet mogen onderschatten. Maar ik denk ook dat het ook een ploeg is dat we niet mogen overschatten. Snap je? Het is gewoon, ik zou niet zeggen beter dan hen, maar ik zou ook niet zeggen slechter dan hen. Een beetje hetzelfde niveau als die andere Maccabi. Ik zou wel maar wel beter. Wel beter. Beter? Ja, ze staan eerste nu. Hè. Ah, oké. Okay, dat is geen eerste vraag. Dus ik denk wel, het gaat moeilijk worden. Zeker de vorm waar wij nu in zitten. Waar wij nu in zitten, de vorm. Sorry, daar winnen. Ja, en het is leven. Ik denk echt dat het heel belangrijk is om deze wedstrijd te winnen. Want dat zou één betekenen, een beetje bijna zeker van doorgaan in Europa. Mm-hmm. En dat zou misschien wel voor een zelfvertrouwen boost kunnen zijn bij de spelers. Want anders zie ik dat eigenlijk. Nee, ja. Want als we winnen tegen Eupen, gaat dat voor een zelfvertrouwen boost zorgen? Denk het niet. Eupen moet je gewoon winnen. En daarom denk ik, als je nu kunt winnen tegen Maccabi, dat dat voor zo de kijk, we zijn bijna door in Europa, we doen het toch wel. Ja. En dat je dan misschien wel terug op je Elal kunt geraken en gewoon kunt verder gaan naar Eupen en dan weer Europees. En dan, als je dan weer kunt doorgaan, dat je dan vertrokken bent, dan spelen tegen Antwerpen, dan spelen we wel tegen topploegen, maar je weet, ik ben door in Europa, we kunnen hier blijven presteren en dan komt dat wel. Dan zie ik het wel nog omdraaien. Ik denk wel dat het echt nodig is ook inderdaad om daar te winnen, want... Ja, geen publiek bij ons, als we thuis spelen. En we weten allemaal hoe Gent is zonder publiek. Zonder publiek. Ja, maar serieus, ik denk als het vol stadion is of veel volk zit, gaan ze veel meer bereiken dan dat als het daar een leeg stadion is. Dus daarmee is het wel belangrijk dat we daar... Ik ga binnen sneaken, ik ga hem op dat dak leiden. Ik ging net zeggen, blij terugzien van Rami Gershon en Kenny Saïf, maar het is niet te veel terugzien. Het even die 400 man die... In Budapest. Ja, maar exact. Ja. Nee, ik vind het nog altijd... Een beetje overdreven. Maar het is hier geen politieke podcast, dus ik ga hier niet beginnen uitwijken over wat ik vind van de burgemeesters van Gent. Heb je het daar nog niet over gehad? We gaan het daar ook niet over hebben. hoe graag dat we dat misschien ook wel willen, maar we zijn iets heel snel wegdoen dan. Zit hier alles op te nemen. kijk, het is van moeten. Het is de wedstrijd van moeten. Ik ben ook wel content nog mijn gelijkspel. Alhoewel, we zitten thuis zonder die supporters. Ik zal er persoonlijk wel voor zorgen als we ons kunnen horen. Ik ga JBL-boksen gaan afhuren en ik ga het gewoon voor de hele lamp gaan afzetten. Gewoon allemaal verzamelen bij het stadion, waarom niet? we mogen niet eens naar zwart-wit gaan. Is dat toe ook... Ze gaan gewoon heel de plek hermetisch afsluiten. Ja, waarschijnlijk. Ik zie ze nog zoiets bouwen gelijk dan ze rond de Blaarmeers gedaan. Stel u voor.
Het is niet eens grappig. Nee, ja, maar ik ben niet van verschiet. Ja, ik weet niet hoe ik die wedstrijd ga gaan beleven, maar ik zie het nog wel. Weet, nu eerst in Budapest gaan focussen daarop en daar gewoon winnen. Hans van der Weg gaat eindelijk gelijk hebben. Hè. Het gaan weer al supportersgeluiden uit Ja, ja. Ja, kijk, dat gaat toch wel iets gek zijn. Oké, Emiel, wat denk jij van de wedstrijd in Budapest? Goh, ik ben heel depressief. Ik ben heel sad. Ja, gelijk dat je zegt, ik denk, kan een sleutelwedstrijd worden voor de rest van het seizoen. Ik denk als we dat, goh, zelfs niet overtuigend, maar wel winnen, dat wel een boost kan zijn voor de ploeg. Ja, maar ze hebben mij een beetje een trauma gegeven met de laatste keer tegen Israëlische ploeg. Yep. ja, in principe zou het dat moeten. Ik denk niet dat die ploeg qua kwaliteiten gelijk met ons is. Zelfs misschien tactisch kunnen ze het wel waarschijnlijk iets doen. Maar wij zouden alles in ons voordeel moeten hebben. Mm-hmm. Dus ik denk wel winnen. Ja, het zou moeten eigenlijk. Bij hoeveel? Wat is eerst een Budapest? Ja. Een 0-1 of 1-2 of zo. Zou een goal van of goals van? Oh, wacht, ik zat eerst in de Discord. Nee. Okay. Mocht daar ook iets anders schrijven? Eentje van Tissudali en Mitro op de corner. Ja, oh, mag wel. Wat denken we, by the way? Gaat hij met een beetje jeugd proberen spelen? Gaat hij zo de vlieger en zo en Abdullahi opstellen? Hij bijtekent, hè, de vlieger. Ja. Tot 27. Ja. Nu mook je nog. Jongens, kom op, we komen er. Hè. Na zo'n seizoen weer, zijn we alweer positief. Ja. Man, mijn gevoel bij het is... Sinusfunctie. Ja, wacht. Gent doet me pijn, maar maakt me verliefd. Ja, dus, voetbal, hè. Voetbal, ja. Ik kom dan thuis, ik zit daar depressief in mijn zetel. Of ik kom dan thuis en ben super enthousiast, want we zijn net gewonnen tegen Brugge. Ja. Het draait of keert, ik ga in een alcohol zitten. Of het is om te vieren, of het is om mijn verdriet weg te drinken. Dat zijn uw woorden, Jonas, dat zijn niet te weinig. Ik moet winnen, want dan drinkt hij minder alcohol. Ja, boah. Dan blijf je gewoon langer in zwart-wit. En, ja. Ja, kijk. Maccabi, Michiel, wat denk jij ervan? Ja, ik vraag me eigenlijk ook echt af dat die Israëliërs zoveel supporters daarvan gaan zijn. Want ik kan me ook niet voorstellen dat die daar ook met zoveel gaan zijn. Ja. Wel, daar hebben we misschien wel chance dat het gewoon ook in Budapest is. Dat misschien ook voor hun zo wat... Ja, het is gewoon neutraal terrein. Ja, het is gewoon neutraal terrein. Ook dus... niet echt thuis spelen voor hun. Dus dat voordeel hebben we natuurlijk ook wel een beetje, maar... Ja. Ik zeg hier in Gent dat hotel vol met vuurwerk gaan zetten en er heel de nacht wakker houden. Weet je welk hotel dat zit? Ja, Van der Valk aan de Nederland. Ah, Hinter, dat toch, ja. Altijd. Maar ze zitten daar, altijd. Okay. Wanneer gaan we? Wie gaat het vuurwerk halen? Kom op, jongens. Hup, aan, ik we spreken hier. Binnen of buiten de podcast? buiten. Oké. Okay. Tom? nee, maar de voorspelling voor in Budapest. Ik denk dat we toch 1-1 gaan spelen. Met een goaltje van Mitro. Denk een buffelstootje, boom, binnen. Ja. Op een corner kunnen of zo, vrij trap. En dat we dat thuis wel gaan over de streep halen. Dus ik zeg 1-1. Ik ben echt benieuwd naar de wedstrijd hier thuis. Want ik weet echt niet wat we gaan verwachten. Ja. Gewoon de zonder fans. Ik weet niet als ik dat leuk vind. Tuurlijk vind ik dat niet leuk, man. Snap je wat ik bedoel? Zo. Ja. Want ik woon dicht bij de Glamkot, dus dat is zo... Dus vlak ze zijn aan het spelen, ze zijn aan spelen en ik ben er niet. Ja. Ik voel alsof ik een stadion verbod heb dan ofzo. Vooral duidelijkheid, ik heb geen stadion. Nog niet. Ik weet nooit wat er kan gebeuren. Ik ben ook een stadionverbod krijgen voor mijn vinger uit te steken. Stuart had dat gezegd. Dan gaan ze te veel bij het stadion mooi smijten. En voor bepaalde woordengroepen kan dat... Welke woorden? Zeg nu welke woorden. Tot Alleen al puur gewoon de verwoording van die middenvinger. Ah, okay. Ja, oké. Op zich heeft dat dezelfde connotatie. Maar, het is gewoon maar was het niet, niet naar het veld, maar naar... ja, dat zijn hongerig. Maten, wij doen dat wel. Ja, maar ook zo like, roken... Allee, dat mag niet, hè, maar... Roken zo op de trappen, hoeveel is dat? €1? €250 boete. Dat is meer dan een asboete op straat, man. Nee, doe ik er normaal? Ja. Nee. Ja, kijk, de voetbal, het is een beetje...
Ja, ik ga er niet meer over zeggen. Wat denk ik van die wedstrijd? Ik wil graag zeggen dat we gaan winnen, maar we gaan verliezen. We gaan verliezen met 2-0 op Paard. Ik ben echt. Ik ben een hele positieve ding op te steken. Van ja, de, ja. Hoe zijn we de rest van het seizoen? We gaan los. Je moet niet altijd zeggen wat je denkt. Dus zo, wij proberen zo wat positief te blijven. Nee. Ik ga er gewoon in mijn hoofd steken dat we gaan verliezen. Dus als we winnen, ben ik dubbel zo verrast. Ja, zo doen we dat. Dat is gewoon voor mijn mentale gezondheid, want het is niet oké met mij. Ja. Maar dan gaan we kennen dat de fout werd. Dat mag. Dat mag. Als ik eerlijk ben, ik zie het ook niet zo mooi. Ik heb dat vorige podcast ook gezegd. Maar voor toch een beetje positief blijven, heb ik 1-1 gezegd. Ja. Alleen, wie had die goal gemaakt? Wie had ik gezegd? Was dat die Sedali of, ja, of de Poitre? Ik weet niet, een van die twee pijs. Stel je voor, de Poitre die zo echt zorgt dat we doorgaan in Europa. Goh, ik hoop het zo hard. Ik weet niet, ja, Lucas was geluisterd aan de podcast. Vorige wedstrijd zei hij tegen mij, de Poitre die kan niet scoren. Wie heeft er een scoren? Hij heeft wel 3 keer gescoord, maar wie heeft er een scoren? Ja, wie heeft er gescoord? Het was bijna niche, jongen. Het was bijna van de lijn gehaald. Nee, maar over het ding wat hij zei, of dat hij een jeugd zou gebruiken, ja, het ambetanten is... Al onze winteraankopen zijn er allemaal uit. Allee, Jokota is er lang uit. Jokota is er niet. Ja, weet ik eigenlijk niet. Gehad. En Sonko... Was ziek. Maar die ziek. Is gewoon nog niet fit genoeg om te spelen, denk ik. Allee, of een volledige wedstrijd. Nee, maar ik zou echt met jeugd spelen. Ja. Dubbele motivatie. Abdullahi is echt een heel goede spits. De vlieger, die is eigenlijk geen jeugd niet meer. En wat? Fernandes. Fernandes zou ik ook nog kunnen laten spelen. Is niet vertrokken, dat was ik, had ik niet door even. Ik zou misschien Gambor een kans geven. Die komt ook, die komt wel van Dunkerque, zijn niet zo heel goed, maar wel, ik heb hem toch wel wat dingen van gezien. Dat vind ik wel echt nog een, je ziet wel dat hij wel kan voetballen. Maar zou je dat dan niet eerder doen als we de eerste match wat safer zitten? Nee. Dat we dat dan de terugmatch doen? Ik zou vooral op dit moment de beste spelers sparen, voor ook al is maar tegen Eupen. Ja. Voor tegen Eupen. Ja. Dat zie ik wel, dat kan wel zien. Allee, ik vind hoe graag dat we allemaal willen doorgaan in de Conference League. Het is nu niet prioriteit. Inderdaad. Ja. Ik heb veel liever dat we nu winnen tegen Eupen en daarna kunnen stunten tegen Antwerpen. Ja. Dan dat we zeker zijn van doorgaan in Europa. Ik noem het al stunten tegen Antwerpen. Ja, dat mogen we nog wel. Ik zei het, hadden we zo nog Orban, Fofana, hadden we die gasten nog allemaal gehouden, dan zou ik zeggen van Conference League... Let's go. Yeah. Maar nu dat we die kwijt zijn, denk van focus gewoon op die competitie. Oké, we gaan. Stel nu dat we toch door zijn tegen Maccabi. Dan komen we tegen moeilijke ploegen uit. Hè? Yo, ik zie ons niet nog verder gaan. Ja. Nou, ja. Dat, ik wil heel positief zijn, hè, maar dan zie ik ons niet nog verder. Er zijn dan nog 2 matchen bij, nog meer belasting. Dus, en dan kunnen we ook tegen Belgische ploegen uitkomen, dus dan kunnen we tegen Brugge en Union ook uitkomen. Ja. Allee, en hoe graag dat ik Brugge wil verslaan in Europa, ik wil ze toch niet tegenkomen op dit moment. Want dan gaan we ons achtervolgen voor de rest van ons leven. Wat? Willen ze liever verslaan in play-off 1? Voilà. En dan Champions League aan. Ja. Champions League is 30 miljoen. 30 miljoen? 30 miljoen. Dan hebben we 70 miljoen volgend jaar. Ja. Jopla. Ik zie Louagie en Heinz zijn ogen al fonkelen. Jopla. Och ja, kijk. Dan is het voorbeschouwen op Eupen Away. Gaat er iemand van jullie? Nee, kan niet. Ik ga. Ja. 4 uur op de bus. Ik kan gaan, maar ik moet de volgende ochtend 6:15 op. Dus, ik moet ook naar de les erdag erbij. Maar dat les, dat kunnen nog skippen, jongen. Nee. Ik ga naar de les gaan. Dat is een werkmens, dat zie je ik alleen. Zij zit hier wel, hè. Een werkmens. Ik ben juist nog een maandje aan het werk. Zwits mij het smel buiten. Daarover gesproken, ik werkte ooit met iemand, met een Antwerpen-supporter in de Carrefour aan Sint-Nijs. Hij is naar Valencia geweest, in Champions League. En de ochtend daarop moest hij om 4:00 beginnen. Dus het is gewoon op de vliegtuig. Wij hadden dat ook gedaan met BNB. En Jonas had naar West Ham, had hij een test of zo die dag. En hij had geen ziektebrief. En we stonden gewoon in de krant. We stonden in de krant. En ik. We stonden in de krant. Ja. En zijn docent heeft dat gezien. Het nieuwsblad gevallen. Het had laatste nieuws, ja. Ja, jong. We waren interviewd op de boot. Oh, wat, ik ben nog eens helemaal aan het tranen. Ik ben emotioneel. Sorry, jongens. Ja, we stonden op de boot. En ineens komt er iemand daar rond. Maar want wij waren juist aan het wandelen. Wij wilden die in een boot verkennen. En die zei, moeten we een interview? Ik zou zo, ja, natuurlijk. En Jonas, ik zie Jonas ze twijfelen. En Jonas zo, oh ja, ja. Was de kans, weet je. En Jonas komt terug en vraagt, waar mag ik die opnieuw inhalen? Ja, Jonas, waar zien ze? En Jonas dacht, shit. No. Kijk, maar er toch door geraakt. Dus, dat is het belangrijkste.
Goeie keuze geweest. Goeie keuze. Je hebt gewoon West Ham niet. Voilà, West Ham en in de krant staan en erdoor. Hoppa! Ja. Moet risico's pakken in het leven. Dus dat. Vanaf nu, jongens, weet het, school skippen. Jonas heeft gezegd: alles voor de als je echt wilt, dan raak je erdoor. Ja, ergens hoop ik wel dat we doorgaan in de Conference League, want dan kunnen we nog eens een leuke away doen. Want hoe dan ook, West Ham was echt dat geweldig. Was echt beste away dat ik al gedaan heb. Echt zot. Zeker omdat we met zoveel daar waren. Dat was echt... Eigenlijk hoopte ik dat we naar Amsterdam, naar Ajax mochten. Daar gingen we ook echt mee veel kunnen gaan. Ja, want dat was echt een groot uitvak. Hè. Die beelden al van al die fans die naar het stadion aan het wandelen waren, dat was gewoon... En ook dat is niet zo ver, dat kan ik betalen. Ja, dat is bij West Ham, dat was ook niet zo heel ver. Ja. En wij hebben het echt goedkoop gedaan ook. Ja, maar waar zaten we ook, in welke buurt? Als je de vlog hebt gezien, dan kan je het allemaal zien. Anders. Ja. Kijk de vlog gewoon nog eens. Ik kijk die wel vaak terug. Gewoon zo tot de match. Ja. Zo de corteo. De eerste helft ook nog. Ja, want tweede helft heb ik gewoon niet eens meer gefilmd. Was voor video daar ik was gewoon half depressief dan. Oh, dat zijn de echte herinneringen die ons bijblijven. Enkel voor dat zou ik zeggen van oké, nog eentje verder en hopelijk is in de buurt. Want Union speelt nu tegen... Dat vind ik ook, Union mag tegen Frankfurt spelen. Wat een leuk zakken, man. Maar er zijn zoveel supporters bij hen die zeggen oké, als we dit jaar nu een keer geen Europees halen, dat we volgend jaar kunnen bouwen. Maar... Ja, nee. Europees is een prioriteit. Dat is super aantrekkelijk voor spelers. Voor spelers. Ja, maar 40 miljoen is geen prioriteit. Gent is een gezond bedrijf. Nee, maar dat is wel, denk ik, echt ook voor Sonko. Ook echt, oké, die komen al nu van een Europa League. Dat hij heeft gespeeld bij zijn vorige ploeg, maar hij weet toch, dit seizoen... En Gent is ook gewoon gekend om hoeveel 9 jaar aan elkaar dat we al Europees halen. Dat zullen we er 10 van moeten maken. Allee, kom op. En dat we daarna een keer niet halen, boeien me niet, maar hebben die 10, die kaart van 10. Ja, wel. Dat is waar. Finale Conference League, Gent tegen Brugge. Wow, binnen mijn examens. Fuck mijn examens, maat. Ik zou sterven. Echt, dat is een eeuw wedstrijd dat niet. Maar ergens wil ik niet dat we een finale halen, want het is echt een klein stadion waar we spelen. Waar is het? Is het niet ook in Budapest? Ergens in die streken, denk ik. Ja, hè? Het zal ergens in die streek zijn. Maar het is echt een klein stadion. Het is echt gelijk de Helamco Arena of zo. Oh, godverdikke. Dat is eigenlijk 10.000 dan, bijvoorbeeld. Ja, kunnen wij de Conference League finale nog organiseren, godverdikke? Minder, want je hebt ook neutrale plekken. Ja, ik ga het gewoon ondertussen praten verder over de Conference League winnen. Ik vind het leuk. Een beetje positiviteit. We hebben niks anders op af te gaan. Nee, ja, we waren er dichtbij. Maar ik denk wel oprecht dat dat voor een Belgische ploeg wel echt kan lukken. Als je een beetje chance hebt met de loting, als je een goede flow zit. Ja. Weet nu niet wij, maar als je een flow zit gelijk dat we vorige keer hebben gehad, dat al op zich wel... Want ja, we hebben letterlijk de moeilijkste tegenstander toen geloofd. In Griekenland. Ja. In het dus... Opap Arena. Oh, man. Ja. Van welke ploeg is dat? Dus ja, ik al voet. Ja, dus even tussen... als een Belgische ploeg, als je geluk hebt met de loting, zit een goede flow, dat je echt wel in de halve finale of finale kunt geraken. Ja. En dan kan alles gebeuren. Dus. Ja, ik denk ook, hadden wij niet West Ham geloot, hadden wij een heel grote kans dat wij tegen die andere ploeg waren. AEK Athene. Ja, en we stonden goed voor. Hè. We hebben alles gechoked in de tweede helft daar. Ja. Ja. Maar thuis kunnen we het al afgemaakt hebben. 32.000. Maar nog altijd, dat is weinig. Dat is weinig. Dat is inderdaad 10.000 per ploeg. Ja. Oké, ja. Maar Griekenland wil ik wel lezen, dus wel Griekenland. Dus wel... Restje maken. Restje. Is goedkoop. Lekker weer. nieuwe vriendschap starten met Griekenland. Met supporters. Opa. Ja. Ergens is dat Lodikio of West Ham. Ja, of Akio Athene. Olympiakos. Crazy. Ja, maar welke ploegen kunnen wij allemaal tegenkomen? Weet er dan iemand toevallig? Wie zit er nou allemaal in? Dat wij niemand meer gingen tegenkomen. Jullie zeiden allemaal dat we gingen gelijk spelen of verliezen. Was er aan de hand? Voor een plotse weer hoop te krijgen. Ja. Meestal zijn we aan het praten over de Conference League finale, terwijl we 2-0 hebben gezegd. 2-0 verliezen. Voetbal, supermooi. wedstrijden. Wacht, zit er niet al bracket of zo? Ah nee, het zijn nog. Kunnen ook al Brugge ontmoeten in de volgende ronde, volgens mij. En Union ook als ze doorgaan. Ah nee, wacht, nu is nog één keer loten en dan is het bracket. Dus nu kan het iedereen nog zijn. Ah zo. Denk je toch? Hè? Ah ja. Want degenen die al door zijn, gaan reeks hoeft zijn. Maar we hebben toch nog heel veel tijd over, dus ik ga gewoon. We gaan een beetje andere ploegen bespreken. We gaan een keer iets nieuws doen. Thibaut is hier toch niet. Thibaut, sorry. Als je het niet leuk vindt, maar ik vind het wel leuk om te doen. We gaan gewoon alle wedstrijden overlopen. En we zeggen wie dat we het liefst hebben die we tegenkomen.
En dan, dat wint en dat we dan denken... Welke die willen massive tegenkomen. Jinx is dit om voor de twee wedstrijden dat die wedstrijd is, hè, want we gaan toch de groepswinnaars gaan moeten, denk ik, sowieso. Ah, echt? Ja, dus kijken, denk het. Ben niet zeker. Is er niet zo een voorgeprogrammeerde... Er staat nog niks. Maar ik zat gewoon... dus dat is telkens de eerste is geworden in de groep. Lille... Wil ik wel tegenkomen. Ja. Dat is niet zo ver. Dat is gewoon een combi-regeling vanuit Kortrijk. Oh, hetzelfde. Ik vind dat wel, by the way, bij Lille, ik was daar geweest eind vorig jaar. Dat zijn meer Vlamingen dan wij. Hè. Ja, want die vlaggen, dat is allemaal met ook in Nederlands opgeschreven, met Vlaamse leeuwen. Ja. Als wij dat in België zouden doen, ik ken al een paar handvol supporters die een abonnement hebben in Lille, maar die van België komen. Maar het is ook één ploeg in de buurt van Lille die mega Vlaams is. Die is dat niet Dunkirk? Nee. Het is zo... Nee. Ze hebben zo... Nee, maar het is echt zo een vierde klasse ploeg. Die zo... Juist over de grens of zo. Ja, die zo een spookjes heeft gehad in de beker vorig jaar, denk ik. En dan is het zo echt zo... Maar de kleuren zijn ook geel en zwart gelijk. Dat is van Vlaanderen, hè. Weet Bart de Wevers not te doen, zo'n kijk, we hebben dan nog Tel Aviv. Daar wil ik wel misschien onze revenge tegen pakken. Yeah. Maar alhoewel, liever niemand dan weer geen supporters. Victoria Pilsen. Vind je zo aantrekkelijk. Coole supporters. Slowakije, denk ik. Tsjechië. Club Brugge. Hoeveel keer ga je tegen Club Brugge spelen dit seizoen? Nee, eigenlijk wil ik deze ploeg het liefst. Aston Villa, kan ik mijn paspoort nog een keer gebruiken? Ja, voilà, dan hebben we dat niet voor niks gekocht. Nu hebben we voor één keer gekocht. Dan ga ik met de vliegers, maat. Allee, ik ga niet meer weer ook keer met die Nutto. Waarom? Dat was toch zwaar nice met Nutto. Aston Villa, dat is Birmingham, hè? Ja, dat is helemaal doorrijden. Ja. Skip, we gaan met de vliegers. Fiorentina. Maar ja, het is gevaarlijker om rond te lopen. Maar wat was dat vorig jaar dat zij speelden tegen... PSV of zo, en dan er geen PSV-supporters mochten komen, of Feyenoord. En dan er zo'n interview was op de markt van zo'n Hollandse supporter die toch was gegaan. Dat was Roma. Dat komt omdat hij al lang in historie had. Dat was zo'n Hollander die zo zei, Feyenoord, en zo'n Italiaan, in het Italiaans. En zei Feyenoord. Ze spelen morgen of van morgen, hè, tegen elkaar? Ja, die spelen altijd tegen elkaar. Dat zal woensdag zijn. Morgen, ja. Pauk. Woensdag voor de wedstrijd. Weer al. Dat is wel mooi. Allee, ook heftige supporters. Fenerbahce. Istanbul vind ik niet zo leuk om naar te gaan. Alhoewel. Dat was het. Dus, ik heb het ook hier overlopen. Fenerbahce. Stevig wel. Pauk. Fiorentina. Aston Villa. Club Brugge. Pauk heb ik ook al gehad. Victoria Pilsen. Tel Aviv. Of Lille. Wat kiezen we? Ik heb ook zo graag zo de supporters die komen, dat ook zo hevige supporters zijn. Ja. Meer ja. Zo, dat is nog wel meer die, ik zou, die spanning en die dingen. Ik zou gewoon puur voor een grote naam te pakken, zou ik echt gewoon Aston Villa of Lille, inderdaad. Gewoon ook iets misschien echt zo wat dichter in de buurt, dat echt ook dat we naartoe kunnen gaan. Lille ook wel, serieus, dat uitvak zit ook wel vers, hè. Ja? Ja, het zit ook echt zo'n hoekje, derde ring of zo. Ook tegen David, man. Maar gewoon het feit dat David weer in Glamco of in de Gent Arena kon spelen, dat geeft me nu al een glimmende hoekjes. Als ik zou moeten kiezen, zou ik Lille of Aston Villa. David krijgt staande ovatie, moest ik ook. Ja, Louis. Maar blijkbaar nog altijd, als mensen naar daar gaan met Gent ruitjes, als ze dat ziet, zijn er altijd naartoe gaan om te tekenen of om als hij de kans krijgt. Ik zou hem eigenlijk echt wel terug willen zien ook. Het is Lille, liever Lille. Of andere ploegen. Lille voor emotionele redenen. Allee, als we ervan uitgaan dat we tegen Bunnar moeten spelen, hè, want ik dacht dat gewoon iedereen nog kon zijn. Ja, dat zijn sowieso wel de mooiste ploegen, zeker in tussen. Of tegen Breu zou ik eigenlijk ook wel nog een keer willen. Ja, maar die wil ik liever een paar rondes verder tegenkomen. Ja, als we doorgaan in Europa. Een paar rondes en dan moeten we winnen, sorry hoor. Of zo de finale. Maar nee, want als we dan verliezen... Dat... Ik denk dat ik echt nog nooit zo agressief ga gelopen hebben dan. Ja. Als zo finale we gaan daar lopen in Griekenland. Helemaal kwaad. Als het ook nog maar zwart is. Fascist. Nee, man, oh my god. No, nee. Michiel. Ik ging zeggen blauw en zwart. Dat echt context? Wij, BBB, zijn niet verantwoordelijk voor de uitspraken dat onze gasten doen. Alsjeblieft, klaar ons niet aan. Michiel, kom op. Man. Kunnen we nu wel over de burgemeester praten? Nee, jongens, nee. Nee. Sorry, boys, echt waar. Het is oké. Ja, maar ik zit eigenlijk nog wel... Zo, echt.
Maar weet je wat dan ook is, hè, die finale? Als ze het winnen, dan kan niemand ons meer pesten met zijn één keer kampioen geweest, want we zijn Europees kampioen. Dan kunnen de supporters ook niet meer neuten. Wij hebben dan nog Europees gewonnen. Dan verplaatsen ze het doel, hè. Dan zeggen ze, oh, Conference League. Ja, inderdaad. Maar weet je wat ook is? Als Stel Brugge wint, dan achtervolgt ja, als heel Sleven. Nee, ah wel. Is wel oeh. Ik zou het fantastisch vinden, maar ik zou dus, oeh, nee. Ik zou die stress niet aankunnen. Ja, wel, ja, dus daarmee. In Europa, dat gebeurt waarschijnlijk nooit meer dat het tegen uw rivaal in de finale kan. Oh. Nee. Maar de wereld rond dat nieuws, man. Ja. Zie ons daar al zitten in Griekenland. Met die vlogcamera. Ik zie ons al zitten binnen 2 weken als heel dit afgelopen kwartier met een vuilbak kan. Ja, dat we gewoon niet doorgaan. Dat we daar zitten. Ja, jongens. We zijn niet door, maar we zijn niet geschakeld. Nee, net niet, want je hebt net voorspeld dat we niet gingen winnen. Ja, voilà, we hebben dubbel zo verrast kunnen worden. Oké, genoeg gezeverd over Europese ploegen. Eupen. Yeah, wat een kwaliteitsverschil. Van de ene fantastische dingen, dan ben je naar de andere. Eupen. Heel ver. Yay. Komt dat die nooit fans hebben? Ik vind dat zo raar. Ze hebben wel supporters. Ja, maar waarom zou je voor Eupen supporter maken? Als je Duits taal in Bad drijft, wat drijft het naar een interview? Oh, maar dat is Duitse mensen. Hè. Daar is ook in de vierde klas in Duitsland zit er een stadion van 50.000 man. Dat ik denk, oké, okay. Ja. Doe je maar. Ja. Ja, maar dit is Eupen. Heeft Eupen eigenlijk, ik weet niet, in de geschiedenis al zotte dingen gedaan of niet? Nee. Of heb je altijd zo... Maar ze zijn pas in eerste klas geweest in 2008. 2008? En dan zijn ze in 2011 weer gezakt. Maar iedereen kent toch Eupen van de ploeg die nooit zakt de laatste jaren? Dat is toch zo altijd, dat is toch altijd de ploeg waar je in het begin van het seizoen denkt, ja, maar nu gaan ze er echt uit. Ja. Is het omgekeerde van Nio, dat denkt die gaan het weer niet goed doen en dan doen ze het wel weer goed. Ja. En dan bij Eupen is het omgekeerde dat je denkt, ja, die gaan er nu los uit en dan overleven die dat altijd net. Ja. Zo, ja, dat is wel waar. Maar nee, ze hebben niet veel gedaan, historisch, denk ik. Eerste Duitsstalige ploeg in eerste klas. En dat is het. Ja, in de eerste klas sinds 2020. Ja. Dat is voor deze keer. Ja, voor de rest zeker niks op sofa scoren. Ja. Dus ja. Eupen, het is wel moeten. We moeten wel winnen. Als we dit weer... Maar weet je wat ook is? Genk moet die wedstrijd inhalen. Stel, Genk wint tegen Anderlecht, staan wij buiten de play-off 1. Ja. Maar eerst was het nog hopen eigenlijk dat Genk die match moet gaan spelen. Ja. Nu moeten we hopen dat Anderlecht wint. Want ja, eerste plek voor ons, tweede plek voor ons. Denk niet dat we daar echt nog... Maar ik hoop gewoon dat we volgend jaar keer Europa League mogen spelen. Ik ben Conference League een beetje beu, eerlijk gezegd. Ja, eigenlijk wil ik Champions League, gewoon die hemden ook keer in de Lamco. Maar ik wil gewoon Europa League. Ja. Ja, het is waar. Het is mooier, hè, maar ik denk dat we nu gewoon nog blij mogen zijn. Ik ben nog blij zijn als we Europa League. We zijn in elke versie van Conference League geweest, jongens. Kom op. Ik sta denk ik top van de statistieken in de Conference League. Jee. Mogen we trots op zijn, jongens. Meeste winsten. Oprecht, snelste hat-trick. Ik denk dat Orban echt bij de all-time topscorers van de Conference League hoort. Hè. Goed kans. Dit seizoen zie ik wel. Goede kans. Oké, ja, Eupen. Emiel, pronostiek. 0-4, ja. Hij zegt dat zoveel te zelfzeker, man. Oké, maar ja, het is Eupen, snap je? Oké, nee. Ja, maar vorige week speelde je tegen Cerkel met 10 man, ja. Ja, Cerkel is nog heel goed. 0-4, ja, tegen Eupen. Ja, veel stelt die ploeg niet voor. Zou ik zeggen? Totaal vierde op ons doos krijgen. Oh, wow. Hoeveel ze staan die nu? Derde laatste? Ja, wel. Dat is beneden al sinds. Staan die in de play-down? Ja. Ja. Okay. Ja, ik zou 0-4 zeggen. We staan terug op. Voilà. Hij kunt 4 topscorers opnemen, want... Oh, shit. 4 keer Tarik. 2 keer Tissoudali, 1 keer de Poitre en de Saar. Oké. Ik ben niet zo optimistisch. Hoor. Ik kan echt pessimistisch zijn. We gaan de Conference League finale spelen, kom maar. Ik moet mijn mentale gezondheid redden, jongens. Ja, maar ik kan gewoon zeggen, ik kan niet zeggen dat we gaan verliezen. Dat gaat gewoon niet. Nee, tegen Eupen. Nee, maar ook al eens tegen Barcelona. Dan nog. We moeten winnen. Oké, Lionel Messi. Barcelona is niet zo goed. Dit fuck Bars. A la Madrid. Als Vini, want ball. By the way. Bo. Luigi, al heb ik een keer. Ze hebben hem toch niet meer nodig als Mbappé komt. Mocht hij ons komen shotten.
Uip en ik hou van zwart. Probeer hoe maakt het. Ik weet niet hoe ik dit goed kan praten, maar we sluiten de podcast deze keer. Ja, ik weet het fuck echt man. Niet. Michiel, je maakt het erger en erger. Per volgens seconde. Mij was dit de laatste aflevering met Michiel. We zijn nog, ik denk dat het gewoon de laatste aflevering ooit een BB is. We zijn nog niet eens een jaar verder en we kunnen niet. Michiel. Zeg maar dag aan je gouden raaf. Gedisqualificeerd wegens. Allee, hoezo komt dat in je hoofd? Ja. Ik stuur de factuur op van de rechtszaken. Goed, onze advocaat neemt daar mijn contact op. Kunnen die dit doen? Nee. Dus pronostiekje. Knip, pronostiek. Oké, 0-1. Ja. Fadiga. Oh nee, kom maar. 2-2. Ja, ja oké. Okay. Gelijkspel komt er nog mee door. Ja. Nee, we moeten gewoon winnen. Ja. Ik zeg 2-2. De Saar met een penalty. En Somoise. Oké, okay. Ik zeg 1-2. Met goals van Tissou Dali en Hong had er een kreetje in de lijn. Mm. Ja. Hong die niet zo goed speelde, vond ik bij de weer zondag. Nee, maar ja, dat had ik niet gezegd. Een beetje inkomen, moet een beetje inkomen. Oké, dan hebben we nog één ding op de agenda te staan. Onze eerste prijs, alhoewel dat we misschien er nu al naar kunnen fluiten. Bedankt, Michiel. Maar eerste nominatie. Eerste nominatie, inderdaad. We zijn genomineerd voor de Gouden Raaf. Dat is een prijs van de organisatie waar wij hier, in Media Raven, onze podcast mogen opnemen. En zij doen voor de eerste keer een stemmingsronde voor... Ja, een prijs te reiken. Dus, in de Discord heb ik al mensen laten stemmen. Het staat daar ook online, de link. Maar ik zat hieronder, als je kijkt, hieronder in de video, anders op de Spotify, geen idee hoe ik dat ga doen, maar ik vind wel iets. Maar het zal wel in de beschrijving staan of zo. En dan gewoon op de, wat is het, de tweede en de derde vraag kun je, de tweede vraag moet je kiezen Blue White Breakdown, of de derde vraag moet je kiezen Blue White Breakdown. En in de vierde mocht je kiezen voor mij, Jonas, Jentel, Thibaut of Cedric. Andere Cedric natuurlijk. Maar natuurlijk het liefst ik. Allee. En dan... Je moet ook stemmen op mensen. Ja. Is echt mijn beste persoonlijkheid ik sta ertussen. Ik denk het wel. Ik weet niet, ik had... Maar het is een hele mij lijn, maar ik had alleen u gezien en Thibaut. Ah, dan is het enkel Thibaut. Maar het en weet wel op je dat je gaat da- ja, stemmen. Gaat je één dag zo hier aankomen, gaat zo'n beeldje in je hand. Ja, en dan wordt het gelivestreamd. En dan gaan we met heel BBB heel die chat gaan overnemen. En ja, ik denk, dat zijn mijn boys, dat zijn mijn BBB-fanbase. Kijk, ik ben heel trots op wat we al bereikt hebben met de podcast. Jammer genoeg gaat het hierbij eindigen, de podcast. Want iemand heeft de podcast gewoon de reputatie verpest. We sturen de rekeningen van de rechtszaken door. Ik hoop dat jij een goede advocaat hebt, want... dit gaan we niet laten passeren, Michiel. Is er een advocaatstudent bij BBB? Verander maar niet van onderwerp. Dat is ons advocaat. Ja. Ik bedank Emiel om te komen, heel bedankt. Ja, ik bedank je ook, Michiel. Sorry, ik hoop mensen, dat we dit niet verpest hebben. Dat was echt unintentional, maar jullie weten dat. We gaan hier met een gewoon open brief moeten komen, omdat Michiel hier alles heeft verpest. Dat is niet waar, Michiel, mopje. Het is ook omdat jullie daarover blijven doen. Ik ga hier een short van maken op TikTok. Ik wist dat... Dat is de perfecte show. Ja, ik absoluut niet delen. En ik bedank Jonas. Onze werkman. Hoe zijn je er volgende week weer? Nee, ik moet werken, man. Dat is het voordeel aan leerkracht zijn. Je hebt ook een vakantie, hè. Ja. Dat is het voordeel aan student zijn. Altijd kunnen opnieuw. Behalve als je een keer een week congé neemt. Ik ben nog maar... In ons hele jaar ben ik nog maar 2 keer afwezig geweest. Wie verdient de Gouden Raaf dan? Allee, kom op, jongens. Oké, ja, nee, kijk. Bedankt om te luisteren, te kijken, of wat dan ook. En ik zie jullie volgende week weer bij een nieuwe BBB. Joe.